Prachtig. Niels, wat een goal zeg. Niels jaagt hem erin. Niels met de kans de wedstrijd te beslissen. Fabuleus doelpunt van Luc Niels. Niels! Tja. En is dit opnieuw een kunststukje van Luc Niels. Ben Niels heeft de techniek om dit te doen. De traptechniek van Niels is oogstredend. Goedenavond en hartelijk welkom bij PSV TV. Luc Niels is een stylist puur sang. Gracieus bewegend over het veld en ieder schot als een penseelstreek van een kunstenaar. Zijn naam stond meer dan 100 keer op het wedstrijdformulier van PSV als doelpuntenmaker. Het ene kunststukje nog mooier dan het andere. Er 50 doelpunten uitselecteren, dat was een lastige opgave. Ze eigenlijk rangschikken was nog veel moeilijker, haast onmogelijk. Dit zijn in onze ogen de 50 mooiste doelpunten van Luc Niels in het shirt van PSV. Maar, zoals dat bij kunst altijd het geval is, of vaker het geval is, is dat aan ieder om dat zelf te beoordelen. Ronaldo, die het goed kan vinden met Niels. Niels is door, Niels is door en Niels scoort. 26e minuut van de tweede helft. En het blijkt dat Ronaldo niet alleen individuele capaciteit heeft, maar ook een goed koppel kan gaan vormen met Luc Niels. Cocu. Niels. Numan. Niels. En 4 minuten zijn er gespeeld in de tweede helft, wanneer er opnieuw gescoord wordt door deze bel. Niels. Niels doet het zelf. Hij kreeg wat veel ruimte en de afleidingsmanoeuvre werd uitgevoerd door Philip Cocu, die achter hem langskomt. Daardoor afgeleid, let Amesiana niet goed genoeg op en dan schiet Niels met links raak. Voor de bal staat Jonk, erachter Cocu en met name ook Niels. En Niels scoort. Op de seconde af, op het kwartier. Tweede van Niels, derde van PSV. Goeie diepe bal en daar is Niels. En daar is de score voor PSV uit de eerste de beste aanval die daar voor in aanmerking komt. 3 keer was Vitesse al dreigend of meer dan dat. Maar deze goede dieptepaas op Niels wordt Vitesse voorlopig fataal. Kolka, de sneltrein uit Finland. Met Frenkel. Nu krijgt Kolka de vrije trap mee. De vrije trap wordt snel genomen en Niels jaagt hem erin. En zo wint PSV hier toch nog. Dat zat er absoluut niet meer in. En de knuffels van Gerets zijn voor Luc Niels. Lucky Luc. Stam gaat door. Niels neemt knap aan, Cocu maakt de 1-2 en Niels prachtig buitenkant rechts. Een schitterend doelpunt, het is 4-1 voor PSV. Opnieuw tegen NEC donderdagavond. Een hele mooie 1-2 en de traptechniek van Niels is oogstredend. 4-1. Geen buitenspel van Niels, want in het centrum stond Vrede nog. En Niels scoort. Uithalend met rechts en nog geholpen door Vrede, maar dat mag geen naam meer hebben. Van Bommel, kan niet. Nou is hij wel goed. Niels, geen buitenspel. Niels, prachtig. En het is 1-1. De aanvoerder is terug. Luc Niels, geen buitenspel. Achterlangs, om de doelman heen. En hij rondt dit voortreffelijk af. En Moens moet het allemaal maar afwachten.
Hij heeft het nakijken als Niels 1-0 maakt. 28e minuut. Jonk passeert. Niels schiet langs de muur. En PSV leidt. Wanrooy tast mis. Dan heeft Stinga de vrijheid daar. Ook om deze voorzet te geven. En dan is het 3-0 in de laatste minuut van de eerste helft. Het is weer Niels die zijn tweede van de avond noteert. Het zijn de laatste seconden van de eerste helft als Van Wanrooy daar de ruimte verschaft aan Stinga. En dat blijkt de rampzalige gevolgen voor RKC te hebben. Dirks. En dat is er al. Voor het doel is Niels. Daar is Niels. Daar is de 3-2. Daar verdient PSV de voorsprong die het op grond van de ambitie in de tweede helft toekomt. Olieslager maakt zich een zet op druk over de muur. Niels trapt en scoort. Enorme ontlading bij de spelers van PSV na die vrije trap van Niels. En de muur stond inderdaad niet goed. De vrije trap op de vrijstaande Niels en die jaagt die bal met zijn breed langs Sander Bosker. En zo is het weer 1-1. Iedereen concentreert zich bij Twente op Cocu. Niels staat helemaal vrij en jaagt die bal van 20 meter erin. Niels. Niels scoort! Tweede minuut, tweede helft. En PSV heeft al wat het wil. Zonder dat het heeft hoeven tonen hoe het dat wil. De activiteit was van Chris van der Weerde, die eindelijk wat agressie aan de dag legt. En deze bal werd door Van der Sar mogelijk verkeerd beoordeeld. Niels, die uit de draai wat bedriegelijk inschiet voor de doelman. Het is weer gelijk. 1-1 en dus ruimte voor PSV. De Grijze, Niels en daar is 2-1. Een prachtig doelpunt. Een Belgische combinatie. Goed gekaatst, met enig fortuin toch bij Niels. Een gave goal. Hoekstra. Goeie bal. Niels met de kans de wedstrijd te beslissen. Oh, knap. En het lukt hem. Fabuleus doelpunt van Luc Niels. Die dit doelpunt toekomt. Hoekstra kijkt, ziet daar het gapende gat. Dat ook gezien is door Niels. En zo straft Niels bij tijd en wijle nonchalante gedrag achterin bij Utrecht af met deze treffer. Zender. Jawel, Jong. Niels is 6. Het heeft er even geduurd, maar het publiek wordt verwend met dit doelpunt van Luc Niels. En dan heeft PSV nog mededogen gehad in de tweede helft met Groningen. Dat een reddeloze indruk maakt. Bommel. Niels. Mooi gedaan. En raak. Tweemaal Van Nistelrooy. En tweemaal Niels. De laatste. Na een hele mooie beweging. Kleine aanloop. Niels. En heel erg mooi. Luc Niels brengt PSV op voorsprong. Dat is dik verdiend. Keurig.
is voor Jans en de zijnen natuurlijk alle hens aan alle dekken. Want achter de bal staat Luc Nielis. En in Heerenveen heeft hij nog eens laten zien waartoe hij van dergelijke afstand in staat is. En hij doet het weer. Het is 1-2. Het is zijn 10e goal van het seizoen. En zoals die in Heerenveen superbelangrijk was, is deze voor het verdere verloop van de wedstrijd natuurlijk ook superbelangrijk. En op de kwaliteit valt ook helemaal niks af te dringen. Nielis! Tja! Dat is het beste hoor. Luc Nielis brengt de stand op 2-2. Schitterende goal van Luc Nielis. Bijna een kwartier gespeeld als PSV op een lekkere plek een vrije trap mag nemen. Na die overtreding van Schoenmakers, het wordt Nielis en die scoort weer. Wat kan die dat goed? Het is een specialiteit, het is een kunstje en hij kan het prachtig. 3-2 voor PSV. Cocu en Jonk brengen dan Nielis in stelling voor deze fraaie 2-0 in de 40ste minuut. Het tikje van Jonk, het stilleggen door Cocu en de executie door Nielis. En Nielis. In zijn 100ste wedstrijd voor PSV. In de laatste minuut, goed voor 4-1. De vrije trap dus van vlak voor de grens. Nielis, kan het zo op? Nummer 18 van Nielis ligt achter Van der Sar. Nielis. Doet het helemaal zelf en heel mooi doet hij het zelf. Het is 6-3. Het is een prachtige actie voor een man wiens ploeg vanavond niet wint. Maar hij verdiende tenminste één doelpunt. Want de meest gedreven PSV'er, hij krijgt het doelpunt dat hij verdient. Die keeper opgeeft. En in één keer meegenomen. En afgemaakt. Het is op het kwartier 2-0 door Luc Nielis. En het gaat vrij eenvoudig. De verdedigers van Fortuna laten te veel ruimte. En dat moet je niet doen, zeker niet bij Luc Nielis. Verrast dwars door de handen van die dappere doelman Dennis Schentenaar. De baas van der Veerde die komt terecht bij Nielis. En kijk eens hoe die bal dwars door de handen heen gaat van doelman Schentenaar. We staan op 2-0. Nielis Lama staat achterin weg. Romayon heeft vrije ruimte. Ronaldo. Nielis. En de score van Nielis, omdat die bal veel meer daalt dan Van der Gouw waarschijnlijk bevroeden. Eerst Ronaldo, met Van der Looy onder andere. En dan valt de bal tot bij Nielis, die met links uithaalt. En kijk eens naar het dalen van die bal onder de lat. Ja.
is er een vrije trap voor PSV. Er wordt alvast de jingle van het doelpunt ingestart. Dat is misschien wat voorwaardig. Alhoewel, Niles doet dat perfect. En nu kan die jingle doorgaan. Een schitterende vrije trap van Luc Niles zorgt na 8 minuten weer voor 1-1. Lodewijks is kansloos. Niles. Met nog een kwartier te spelen wordt de pil iets verzacht. Goeie vrije trap. Zo vindt men bij PSV steeds weer de vrije man. En is dit opnieuw een kunststukje van Luc Niles. PSV op weg naar het kampioenschap. En wat er bij de Vlamingen vanavond laten zien, dat is nou net de meerwaarde van PSV dit seizoen. Faber. Niles. Die zit ook. 4-0. Het werd weer eens tijd. Er was een tijdje al niet gescoord. Er is een mooie. De 14e van de Vlaming, Luc Niles. 4-0 voor PSV. Niles. Linskens. Laat de bal goed vallen voor Niles. Wat een goal zeg. Goed afgelegd die bal van Linskens. En wat een vreselijke pegel. Van Niles. Het is zijn tweede en de 15e al dit seizoen. Niles. En zo laat hij zich gelden. Na een periode waarin bijna niets in de wedstrijd gebeurde. Een schitterende actie van Luc Niles. Een minuut of 8-9 voor het eind van de wedstrijd. En Niles. Met de tweede treffer van zijn voet naar de rust en een hele mooie brengt de stand op 0-6. En die mag er zijn. Bal nu bij Brugging. Dat was een goed idee, daar was Niles nog. Met Niles heeft de techniek om dit te doen en met zijn tweede van de wedstrijd PSV op 2-0 te zetten. Niles stond daar nog heel argeloos. En hij speelt Kalaj uit zoals hij dat kan. En PSV leeft met 2-0. Nog 19 minuten en het partijtje is niet van die aard dat Niles al gewisseld moest worden. Dus die kan de vrije trap nemen. En dat zal de Graafschap geven ook. Luc Niles, 25 meter ongeveer. Onhoudbaar. Kom, ja. Mooie bal. Niles. Ja. Niles maakt er 3-0 van. Een paar minuten voor rust. Daar een hele mooie bal van Cocu. En een lekkere stuitstok in feite. En er is vrij af te werken. Bellen voor de vrije trap. Daar. Ja. Van Duinhoven maakt het pasje naar de andere kant. En daardoor komt die hoek helemaal vrij. Want Van Duinhoven kan zich niet meer herstellen wanneer hij eenmaal dat pasje heeft genomen naar rechts. Dan is het 2-0 voor PSV in de 36e minuut. Adem is gescoord in de gisteren. Heerenveen speler. Vanavond
nerveus. We kijken naar Nielis bij Nip van de vrije schop. Nielis! Ho, ho! En hij zit erin! Hij zit erin! Zegt van de Ender Luc Nielis. Praktisch de hele wedstrijd niet gezien, Luc Nielis. En dan scoort hij fantastisch. Hoekstra van rechts. Zende komt in. Nielis. Dat is een goeie. 4 minuten voor tijd. Is het dan nog Luc Nielis die de partij definitief naar PSV toetrekt. Maar met 2-0 was het met het oog op Leeds United en Ajax van de week nog niet fabuleus. En daar is deze beweging dan even niet mee bedoeld. De wilde loert alweer. Cocu gaat zelf. Nielis prachtig vrijgezet door Cocu. En hakt die bal in het doel. Wat een wereldgoal. Dit is alleen weggelegd voor de allergrootste. De actie van Cocu is natuurlijk al perfect. De looplijn van Nielis ook met zijn rug naar het doel. En als je dit kunt, dan ben je van absolute klasse. In de loop die bal met de hak over de doellijn spelen. Een team met een griffel. Fantastisch.